Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 13 april. Ik ben klaargemaakt. En leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het zal vandaag wat regenachtig zijn. Er is Sahara-zand voorspeld. Zit ik niet bepaald op te wachten. Het is nu heel bewolkt. En ik moet niezen. Dus daarom krijg ik een traanoog. Maar ik ga het wel zien of er nog regen komt. Ik kan eens eventjes kijken in de app. Dat is wel handig van de weer-app natuurlijk. Dat je kan zien of dat er regen komt, ja of nee. Ik heb gisteren. Oh, het is half bewolkt. Ja, dat klopt wel. 60% kans. Oh, vanaf 5 uur kan het gaan regenen, staat er. Oké. Nathalie appte mij gisteren om te vragen of ik een potje Fortnite mee wilde doen. Fortnite is een gratis spel voor de Switch, PlayStation en ik denk ook voor de Xbox. We gingen spelen. Ik ben hier heel slecht in. Over het algemeen ben ik gewoon niet heel goed in gamen, denk ik. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Ik merk ook dat ik wat meer oude spellen aan het oppakken ben, zoals Candy Crush en zo. Dat vind ik allemaal wel heel leuk, maar ik ben er gewoon niet heel goed in. Kijk, daar gaat mijn traan. Omdat ik dus nu echt gewoon mijn neus... Ik merk gewoon dat ik moet niezen en dan ga ik van traanogen. Hun zijn best wel goed, maar het was wel heel leuk. Ik heb tenminste wel veel plezier gehad met spelen en kopen hun ook. Ik vond het wel leuk om zo een keer samen een potje te doen. Ik moest alleen met mijn oortjes. Ik heb dan nog oude oortjes, die gebruik ik dan. Maar ik kraakte steeds, want mijn AirPods die willen op een of andere manier, die kunnen wel aangesloten worden op mijn Switch, maar dan kan ik niet praten, dat is heel raar. Ik heb ook meer uit het first sight gekeken. Nou, ik denk eigenlijk dat er 2 koppels getrouwd zullen blijven. En dat de rest allemaal zal gaan scheiden. Omdat ik niet echt het idee heb dat daar verder nog wat uit voort gaat komen. Of omdat de matches toch niet zo heel goed zijn. Want je merkt ook wat meer irritaties naar de kandidaten die ze naar elkaar krijgen. Dus ja, ik gok erop dat er 2 getrouwd zullen blijven en de rest niet. Ik heb mijn vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet alleen nog eventjes de foto's die ik heb gemaakt van de wimpers moet ik er nog eventjes in elkaar zetten. Maar dat is niet zo heel veel werk. En toen heb ik lekker mijn Netflix serie gekeken. Was wel heel mooi. Er is nu een dader. Dus volgens mij moet ik er nog een aantal afleveringen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich verder uitpakt. Ik had op een gegeven moment wel een vermoeden wie de dader zou kunnen zijn, maar ik zat er toch wel naast. Tenminste als deze het heeft gedaan. Ik dacht dat het iemand anders was en deze had ik niet zien aankomen. En ik heb Flikken gekeken, dus dat was het. Dus dat was ook eigenlijk alles wat ik heb gedaan. Ik ga zo even de kattenbakken scheppen en dan ga ik hier de boel doen. Want ja, dat moet ook wel weer even schoongemaakt worden. En dat is ook wel weer eventjes lekker. Dan heb je weer een schone woonkamer. Ligt hier toch weer het een en ander aan haar en stof. En ja, het is hier wel weer vrij warm. Ik zal even kijken. Ik heb gisteren de verwarming niet aangehad. Het is 19,5 graden. Gisteren stond hij al 20. Dus ik denk, ik ga de verwarming ook niet aandoen. Want het was al vrij warm. Op een gegeven moment merk je wel dat je het wat kouder krijgt. Ga je toch sneller onder een dekentje. Ik heb hem overdag op 15 staan. Misschien denk je het is wel vrij laag, maar ik heb niet zo'n groot huis. En als je gewoon een eengezinswoning hebt, zeg maar, dan is 15 natuurlijk veel te koud. Maar voor dit huisje is 15 graden prima. Vooral nu de temperatuur wel wat oploopt. Dus helemaal goed. Ik ga eventjes mijn dingen doen en ik ga jullie gewoon weer meenemen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Thank you.
Zo, alles weer klaar. Lekker wat doodles getekend. Ging 2 keer fout. Dus daar plak ik dan maar even een los papiertje op. Die moet ik gewoon eventjes uitknippen. Ging even niet helemaal zoals ik wilde. Maar goed, kan gebeuren. Ik vind deze lipstick niet zo, want hij is er al heel erg af. Je ziet hem bijna niet meer. Dus die valt een beetje tegen. Ik heb het dressoir niet afgenomen, want er staan nu de paaspullen op. En dat komt alweer als ik het opruim. Ik heb het gevoel is dat het ook maar heel kort heeft gestaan. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel zo. Maar dat kwam omdat ik eigenlijk nog niks had. Dus ik heb nu eigenlijk... Ja, ik ben nog steeds heel blij met hoe het paasdressoir is geworden. Dus ik zou bij gezondheid volgend jaar... bij gezondheid en welzijn wil ik eigenlijk zeggen... zou ik het wel eerder neerzetten. Want een kerstboom zet je tenslotte ook al veel eerder op. Dus waarom eigenlijk voor Pasen niet? Ja, ik heb nu echt het gevoel... Ja, volgende week ga je het weer opruimen als Pasen voorbij is. Dat vind ik dan altijd wel jammer. Want ik vind het juist zo gezellig staan. Dan zet ik s'avonds de takken even aan. Ook niet al te lang. Die gaan op batterijen. Nou, daar word je ook niet heel gelukkig van. Ik zou wel volgend jaar de lampjes iets anders neerhangen. Maar ja, ik vind het wel jammer dat het dan maar wat korter heeft gestaan. Maar goed. Nou, alles is in ieder geval weer lekker schoon. Daar ben ik wel weer blij om. Is ook altijd wel fijn, want ik heb altijd overal haar hier. Maar er komt huspelingen op de kleine tafel. Ja, dat krijg ik er ook niet meer uit. Weet je, dat is er waarschijnlijk zo ingeslopen vroeger toen ze klein waren. Dan voel je het schattig. Oh, laat die kleine maar op tafel. Ja, moet je niet doen, want niet doen ze net als ze groot zijn. Dus dat was niet zo'n heel erg handige zet. Maar ja, toenertijd. Het is niet alleen mijn schuld, want ik woonde toenertijd ook nog samen. Dus ja... Toen ging de opvoeding waarschijnlijk niet zo heel goed. Maar goed, alles is voor nu in ieder geval wel weer lekker schoon. En ben ik wel weer blij mee. De katten hebben schone bakjes gehad. Ook die kan ik straks even mooi afwassen. Dus ja, eigenlijk best wel een lekker middagje zo. Het heeft wel ietsjes geregend. Echt een paar spetjes. Ik zat eventjes bij de deur en ik rook al de regen. En dat vind ik zo'n lekkere geur. De geur van regen. Ik weet niet of andere mensen dat ook vinden. Maar goed, ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Verslaafd, dat ga ik kijken. En uiteraard ook de slechtste weer van Nederland. Dus dat is eigenlijk voornamelijk de planning. Ik ga even een thumbnail maken. Ik wil mijn blogpost schrijven. Ik ga verder met mijn Netflix-serie. Ja, ik weet het. Ja, wat is er? Je moet niet zo miauwen, er is niks aan de hand. Flikken, dus dat wordt het eigenlijk ook. Dus ik ga nu eventjes wat drinken en dan ga ik even lekker relaxen. En even knuffelen met deze Mauwert, want die wil denk ik even knuffelen. Dus ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 14 april. Ik ben klaargemaakt en ik ontdekte net letterlijk een scheur in de muur in mijn slaapkamer. Het is echt op de naad. Net of die naad gewoon helemaal zo doorgescheurd is. Ik weet niet goed wat ik ermee moet doen. Ik ga het zaterdag eens even vragen aan de familie. En als die zeggen, je moet de woningbouw bellen, ga ik dat eventjes doen. Ik heb hier niet echt ervaring mee. Het is mijn eerste huis van de woningbouw. Dus ik weet niet of dit soort dingen voor jezelf zijn. Of dat een woningbouw moet doen. Ik moest ze sowieso nog even bellen, ook voor het toilet. Die dus moeite heeft met doorspoelen. Dat die snel verstopt raakt. En ik heb daar zelf nu van alles aan geprobeerd te doen. Maar op een of andere manier, het lukt niet. Want het probleem blijft zich voordoen. Maar ik zal jullie even de scheur laten zien. Dit is de scheur waar ik het over had. Ik weet niet zo goed of dat dit dus iets is wat ik zelf moet oplossen. Maar zoals je kan zien is die best wel heftig. Op de andere kant van de muur heb ik het niet. Het is echt een scheur wat hier is ontstaan. Dus ja, ik ga het eventjes bekijken zaterdag. En anders bel ik gewoon even de woningbouw. Dus... Maar ja, ik schrok er nog op, want je ziet hier dat hij nog wel een beetje dicht zit. Maar je ziet dus wel dat hij doorloopt. Nou, dan weten jullie nu in ieder geval ook hoe dat eruit ziet. En dan ga ik wel eventjes zien hoe en wat. Ik had net ook een spinnetje in de woonkamer. Die zat vrolijk op mijn plafond. Die is ook al weg. Ik heb de vuilniszak even naar buiten gebracht. Die stonk. Ik heb maandag broccoli gegeten en ik vond daar een raar geurtje aan zitten. En het... zakje waar de broccoli in zat, die zat nog in de prullenbak. En die geur die kwam eruit. Ik dacht, oké, jij gaat nu weg, die zak. Ik vind het sowieso wel vervelend dat ik mijn vuilnisbak niet buiten neer kan zetten. Maar ja, goed. Dan weet je, ik vind die geur altijd gewoon heel goor van vuilnis. Maar ja, dat probleem zullen meerdere mensen vast wel hebben. Maar ik word er niet echt heel erg lekker van. Hij smaakte op zich wel, maar het was wel anders als anders. Ik heb er verder niet heel erg last van gehad. Ja, een beetje van mijn buik. Maar ja, niet dat ik er ziek of zo ben van geworden. Maar het was wel heel gekkig.
Verder heb ik een heel mooi kunstwerk op mijn hand. Gisteravond zat ik op de bank en de afstandsbediening viel van de bank af. En Mickey schrok daar zo van dat ze eigenlijk uit verdedigingsmechanismen echt zouden nagels in mijn hand zetten. Waardoor ik dus twee velletjes had die open waren. Maar die begonnen al vrij snel te bloeden en deden heel erg zeer. Dus ik dacht, laat ik ze toch maar even afplakken. Want om het open te laten vind ik ook niet zo fijn. Als ik zo doe, doet het nog steeds pijn. Maar het begint ook een beetje te jeuken. Dus de pleisters die kunnen dus strakjes wel gewoon af. En dan kan het gewoon aan de lucht verder, verder drogen. Ik weet niet hoe het er nu uitziet. Ik heb gisteravond Verslaafd gekeken en ik vond het zo heftig. Ik had echt tranen in mijn ogen. Ik vond de confrontatie zo heftig. Het ging over een jongen van 25 jaar. Die is begonnen met drugs samen met zijn tweelingbroer. Dit is op een gegeven moment zo doorgeslagen dat hij zijn broer heeft gevonden die overleden is aan een overdosis. Om die pijn eigenlijk maar niet te voelen is hij dus nog meer drugs gaan gebruiken en ook andere producten qua drugs. Zijn moeder is ook aan de drugs geraakt door het overlijden van haar zoon, maar die is er op een gegeven moment weer van afgekomen en ze gunde dat haar zoon dus ook. Want ze zei ook, ja, ik ben gewoon heel bang dat ik anders mijn andere zoon ook weg moet brengen. Dus ze hebben Verslaafd ingeroepen. Ze gingen samen met de neef van de jongen en zijn tante naar het huis van zijn moeder toe, want daar woonde die. Ze troffen hem eigenlijk al blowend voor de deur aan en hij wilde eigenlijk direct ontsnappen door over de schutting te springen. Nou, dat hebben ze weten te voorkomen, maar het was zo heftig gewoon het gesprek. Hij zei ook gelijk, ik doe hier niet aan mee. En hij zei ook tegen de internist van, wat weet jij er nou van, joh? Ja, en hij zei ook echt, hij begon echt wel te schelden. Ik dacht, zo, je moet wel een harde huid hebben om je dit te laten zeggen. Deze man, de internist, die is zelf 40 jaar verslaafd geweest. Hoe het allemaal precies zit, weet ik niet. Er staat nu een documentaire op Videoland over hem. Want hij heeft dus ook gewoon een gezin, dat had ik ook nooit geweten. Maar ja, best wel heftig. Ik heb hem dus niet gezien en ik weet niet of ik hem nog ga kijken. Dus, maar weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij er al jaren bij is en dat hij het ook absoluut niet onder stoelen en banken steekt dat hij verslaafd is geweest. Nou ja, uiteindelijk na heel veel gedoe ging die jongen wel mee naar de afkikkliniek. Maar ja, je zit daar dus vrijwillig en je mag opstappen wanneer je wilt. En hij had het na 3 dagen wel weer gezien. Vandaar dat we ook niet echt weten hoe het met die jongen gaat. Ja, uiteindelijk hoorden we dat hij weer een vriendinnetje had en dat het wel beter met hem ging en dat het wel was geminderd met de drugs, maar hij was er dus nog steeds niet van af. Dus ja, hoe het allemaal precies met hem gaat, dat werd niet echt duidelijk, maar ik vond het echt heel heftig. Daarna heb ik Slechtste Chauffeur van Nederland gekeken. Er mocht iemand naar huis en ik was echt heel verbaasd. En ik snap het, op een gegeven moment moet je mensen naar huis toe gaan sturen, anders duurt een programma super lang. Maar ik vond het eigenlijk, was er eigenlijk niet echt mee eens. Ik dacht, waarom stuur je iemand naar huis? Want ze zijn nog helemaal niet goed. Maar goed, de experts zullen wel weten wat ze doen. Ze hadden echt wel moeilijke proeven. En er ging er eentje echt zelfs helemaal door de muur heen. Ze hadden een proef, die is er al heel erg lang. En ik begreep nu pas hoe die proef in zijn werk ging. Maar ik vond het allemaal best wel heftig. Ik heb even een thumbnail gemaakt voor de vlog. Ik heb eventjes mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn serietje gaan kijken. Ik heb geloof ik nog 3 afleveringen. Dus het is wel super spannend. En daarna lekker flikken. En dat was het ook wel. Ik ga het nu zo meteen eventjes stofzuigen. En dan ga ik een video opnemen voor zaterdag. En daarna ga ik nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu ook wel de planning. Niet heel veel bijzonders. Maar gewoon even een beetje rustig aan. Dus ja, dan ga ik nu eventjes mee beginnen. En dan zet ik jullie straks wel even bij als ik ga bullet journalen. Er was mij trouwens gevraagd of ik wat meer variatie wilde aanbrengen bij het bullet journalen, omdat ik vooral veel hetzelfde doe. En daar ben ik het helemaal mee eens, dus dat ga ik ook meer proberen te laten zien. Ik ga nu een voorkant tekenen voor april. Ik heb nu niet zo heel veel inspiratie en ben ook een beetje moe, dus ik ga dat nu gewoon even doen. Maar ik zal in de komende vlogs wat proberen wat meer variatie aan te brengen in het bullet journalen. Zodat jullie ook wat andere dingen zien en dat je eventueel tips kan opdoen. Dus dat wilde ik wel eventjes erbij vertellen nog. Thank you.
Nou, ik ben klaar met alles. Het ging allemaal even niet zo soepel. Maar het is allemaal wel gelukt. Ik ben ook wel blij met de tekening die ik heb kunnen maken. Ik vind hem zelf wel heel leuk geworden. Maar hij is nog niet af. Dus ik laat hem nog wel even een keer zien als hij helemaal af is. Maar Mickey wou niet eten. Ik had het zachte voer neergezet. En ik was even boven een pak chocomel halen. En ik kom naar beneden. Zij komt al naar mij toe gelopen. Dus ik denk, heb jij je bak al op? Dat kan niet. Ik heb je net gegeven. Dan loop ik de kamer in. En ze ging helemaal niet bij het eten zitten. Dus ik heb hem erbij gezet. Ik ben er ook even bij gaan zitten. Van misschien in de hoop dat ze dan wel wil eten. Maar ze wilde gewoon niet. Ik denk dat ze een paar hapjes opeet. Dus ik heb het nu eventjes in een zakje gedaan. Kijk, mocht ze later nog willen eten. Dan kan ze het alsnog krijgen. Want ik vind het ook zonde om weg te gooien. En als ik het laat staan, droogt het uit. Of een van hun eet het op. En dat moet ik niet hebben. Want dan gaan ze weer overgeven. Ja, ik hoop eigenlijk dat ze... Ja, of straks nog wil eten. En anders morgen wel weer. Ik vind het niks voor haar. Waarom wil je niet eten, Mickey? Mickey? Ga je niet eten? Ja, jij wel. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Ik heb een hele zere rug. Dan ga ik straks douchen en eten maken. Vanavond kijk ik The Passion. Ik heb wel eventjes wat dingen nog opgenomen. Maar ik vind het toch altijd wel weer mooi om te zien. Helemaal omdat het elk jaar ook wel weer... Ja, het is natuurlijk wel hetzelfde verhaal. Maar het wordt anders neergezet doordat je verschillende acteurs hebt. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Daarna. Meestal kijken we dat gewoon even. En dan zitten we in de groepsapp te appen. Dus ik zie wel of het vanavond ook zo is. Ik moet sowieso even foto's bewerken. Ik ga verder met mijn Netflix-serie en ik ga flikken kijken en dat is het ook wel. Maar nu in ieder geval even lekker relaxen, want ik heb zo'n zeer rug, ik heb een beetje een zeer hoofd. Het is wel allemaal even niet zo lekker, maar dat komt wel weer goed. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien, want ik ga toch niks meer doen. Dus ja, hopelijk gaat Mickey straks nog eten, dus, maar dat zullen jullie morgen horen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 15 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het zelfs een beetje koud. Het is hier in huis wel 20 graden, maar het is wat bewolkt buiten. Maar ik voel me vandaag een stuk fitter als de afgelopen dagen. Misschien heb je het aan me gemerkt, maar ik was de afgelopen dagen niet heel erg fit. Ik heb er eigenlijk niet echt aandacht aan geschonken, maar ik heb gewoon een flinke verkoudheid. En het gaat al echt een stuk beter vandaag. Oh, ik hoor vogels buiten. Ik denk, wat hoor ik? De afgelopen dagen had ik er echt veel meer last van. En het was geen corona, laat ik dat voorop stellen. Maar ik dacht wel, oh shit, straks kan weer het niet doorgaan. Morgen met de familie. Maar het kan wel gewoon, want ik voel me echt een stuk beter. Maar wat ik heel veel merkte, was heel veel spierpijn. Ik was niet vooruit te branden met dingen doen waar ik normaal heel snel ben. Ik moest gisteravond nog eventjes naar boven. En ik deed er zo lang over om weer boven en beneden te komen. Terwijl ik normaal echt, nou... Misschien 1, 2 minuten, dan ben ik terug. En nou, ik denk dat het nu misschien 3, 4 minuten heeft geduurd, zoiets. Dus ik merkte daaraan dat ik wat trager was, omdat het heel zeer deed in mijn benen als ik liep en zo. Maar het gaat vandaag een stuk beter, dus top. Ik heb gisteravond naar The Passion zitten kijken en ik vond het mooi, laat ik dat voorop stellen. Maar ik vond, ik heb Passions gehad daar... Er stonden de tranen bij in mijn ogen en dat had ik nu niet. Dus wat dat betreft heeft het me minder geraakt als andere Passions wel eens gedaan hebben. En dat lag niet aan het spel van de acteurs of zo, want ze deden het hartstikke goed. Maar ik denk ook gewoon, op een gegeven moment zitten ze aan tafel bij Paul. En ik denk, ja, het is wel iets van deze tijd. Maar je speelt een verhaal wat zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Ik vond dat niet echt passend of zo. Wat ik wel heel opvallend vond was Pilatus. Ik voelde bij deze Pilatus ook echt dat hij er heel veel moeite mee had. En je hebt ook een mannen gehad die dat speelde en die waren gewoon echt keihard. En dat had deze niet. Deze man die zit in oogappels. En toen dacht ik al van zal hij gaan staan? Want ik wist dat hij zijn been gebroken had. Maar inderdaad hij zat aan tafel en later zag je hem wel staand op krukken. Ik heb me in het begin ook wel een beetje geïrriteerd aan Ruud de Wild. Dat ik dacht van, jij vertelt niet echt lekker. Maar toen zei hij op een gegeven moment van ja, sorry. Stotteren en iets vertellen gaat eigenlijk niet goed samen. Ik denk, oh kijk, maar dit verklaart waarom je dus niet zo lekker uit je woorden komt. En dan verandert het ook je mening, omdat je denkt van ja... Oké, okay, weet je, hij staat daar wel terwijl je stottert. Je staat daar wel voor live, voor weet ik hoeveel miljoen kijkers.
dat verhaal te vertellen. En hij deed het ook wel heel erg op zijn eigen manier. En hij deed ook wel af en toe nog met een soort van grapje tussendoor. Dus hij deed het ook wel goed. Alleen het was gewoon vervelend dat hij af en toe niet uit zijn woorden kwam. Maar ja, goed, daar kan hij dus niks aan doen. Omdat hij dus ook stottert en waarschijnlijk ook heel zenuwachtig was. Dus, nou ja, goed. Ja, dat was eigenlijk even mijn mening. Dus mijn moeder en Nathalie, die vonden het echt nog wel... Ja, die vonden het op een gegeven moment ook nog wel emotioneel. En ik had het niet, er kwam niks bij mij. Ik werd er niet emotioneel van. Maar goed, dat is verschillend per persoon. Ik heb daarna de foto's bewerkt. Ik heb... wat heb ik nog meer gedaan? Ja, lekker mijn Netflix-serie gekeken. En ik heb Flikken gekeken. Ik heb volgens mij... Nu nog 2 afleveringen van de Netflix-serie. Dan heb ik nog wel een seizoen 2. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit verder zal eindigen. Want gisteren was het ook echt weer bizar. Dus ja, op zich prima. Ik heb lekker mijn boek gelezen. Nu ga ik hier zo meteen even lekker aan even stofzuigen. En dan ga ik de slaapkamer even doen. Want even lekker weer mijn bed verschonen is ook wel heel prettig. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. En dan moet ik straks ook even alle spullen klaarzetten. Want ik ga vanavond taart maken. Dus, want ja, omdat ik nu moet schoonmaken, red ik dat vanmiddag dus niet. Dus, nou, dat doe ik dan vanavond wel eventjes als ik heb gegeten. Maar goed, ik ga eventjes hier mijn dingen doen en ik neem jullie gewoon weer mee. Ik ben klaar. Ik was 4:10 echt letterlijk klaar. Dat was best wel lekker vlot. Toen heb ik alles even naar beneden gehaald voor taart maken. Ik heb alvast boter afgewogen. Ik heb alle drinken al koud gelegd. Dus het ging best wel vlot. Maar wel lekker. Bed weer verschoond en zo. Dus ja, ik was wel blij dat het eigenlijk best wel vlotte. Ik had eventjes mijn speaker weer eens opgeladen. Ja, ik wil binnenkort heel graag een andere speaker kopen. Ik heb nu een speaker, die heb ik ooit gekregen met een samenwerking. Het is echt al jaren geleden. Ik heb er echt heel veel plezier van, nog steeds. Maar hij is continu leeg, dus het is echt... Hij houdt het niet heel lang meer vol. Dus ik wil eigenlijk gaan investeren in een wat betere speaker die het iets langer volhoudt. Want dit is gewoon niet heel relaxed. Hij moet elke keer op de opladen. Er zit een heel kort snoertje bij, waardoor ik bijna niet bij het stopcontact kom... Maar goed, ik heb hem nu weer even opgeladen. Want ik vind het toch altijd wel lekker om even muziek aan te hebben bij het schoonmaken. In ieder geval, het was allemaal wel weer fijn. Dus het is allemaal weer lekker schoon. Nou ja, alle spulletjes even die ik moest hebben voor nu al eventjes gepakt. Dan ga ik straks, zometeen ga ik eerst nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Dan ga ik na het eten eventjes voor mezelf een toetje maken en de taart. En dan ga ik daarna lekker de alles kunnen kijken en Nieuw Amsterdam vanavond. Ik moet de video in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost schrijven. En dan ga ik ook weer lekker verder met mijn serietje. Dus daar heb ik ook wel weer zin in. Want ja, ik vind het altijd. Ik vind het wel echt een. Ja, ik vind het wel heel spannend. Dus ik ben ook zeker heel benieuwd hoe het afloopt. Ik merkte wel dat ik tijdens het schoonmaken weer heel erg dorst kreeg. Maar ik had eventjes gisteravond voor het slapen gaan. Had ik mijn sportbidon gevuld. Ik denk, zet ik die naast mijn bed. Als ik nou wakker word en ik heb een hele droge keel, kan ik even wat drinken. Is dus niet gebeurd. Maar nu kreeg ik wel een droge keel, dus nu kon ik er mooi even wat van drinken. Dat was wel lekker. En nou ja, eigenlijk wel fijn dat het allemaal zo vlot ging.
Nou ja, ik weet eigenlijk nog niet wat ik verder nog... Ik ga natuurlijk dan mijn Netflix-serie kijken, maar ik weet niet wat ik verder nog wil gaan kijken. Misschien dat ik wel begin met De Kraak, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Of dat ik iets op Videoland ga kijken. Ik moet even zien hoe en wat. Dus dat ga ik wel zien. Maar dat is in ieder geval eventjes de planning. Ik ga die dan ook gewoon even morgen weer zien. Misschien dat jullie nog wel even bij zit met de taart maken. En dat ik die beelden dan eventjes morgen laat zien. Want ik weet niet hoeveel ik morgen zou kunnen vloggen met de familie. Dus dat is eventjes de afwachting. Maar dan kan ik dat in ieder geval nog wel even laten zien. Maar goed, ik ga nu in ieder geval eerst even lekker relaxen. Even nog wat drinken. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 16 april. Ik ben klaargemaakt. Ik voel me vandaag helaas iets minder fit als gisteren. Gisteren ging het top en vandaag is het weer wat minder. Ik heb weer veel meer last van het hoesten. Maar ik weet dat ik geen corona heb, dus daardoor kan het familiebezoekje wel gelukkig gewoon doorgaan. Maar het is wel vervelend, want je wilt je gewoon top voelen op zo'n dag. Ja, en dat doe ik niet helemaal. Maar komt goed. Zij hoort van alles. Tijper die zit... van alles te bekijken. Nou, ik heb me in ieder geval verder gewoon even lekker klaargemaakt. Ik heb ook een jurkje aan. Ik heb gisteren nog even gevlogd hoe ik de taart heb gemaakt. Die beelden zal ik hierna even plakken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Want het was een beetje lastig in de keuken filmen. Want ik was ook met de afwas nog bezig. Dus je keuken dan net iets te klein voor. Maar het is altijd al wel goed gelukt. Ik zal zo ook even het eindresultaat laten zien hoe die eruit ziet. Ik heb gisteren naar alles kunnen gekeken. Nou, alle stelletjes gingen er ook in één klap uit. Maar ik had ook het idee toen eenmaal de partner wegviel, dat ze er zelf ook niet meer heel veel zin in hadden. Dus nou ja, ik denk dat we al wel weer bijna aan het einde zijn. Maar het was verder wel weer leuk. Maar vaak moeilijke opdrachten. Nou, daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Dus ja, dat was ook wel weer leuk. Maar ja, door de veranderingen kijk je er toch iets anders naar. Ik moet zo even nog wat dingetjes naar beneden halen. Onder andere ook schoenen, want ik loop lekker op mijn sokken. Ja, of sokken, mijn sloffen vind ik toch een beetje gek als je bezoek krijgt om op sloffen te lopen. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb een blogpost geschreven. Nou, toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond de laatste aflevering. Dus eindelijk zal ik weten hoe het in elkaar steekt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus daar heb ik wel veel zin in. En... toen ben ik met De Kraak begonnen. De Kraak is van de makers van Undercover. Maar het heeft me nog niet zo meegetrokken als hoe ik bij Undercover meegetrokken werd. En dat kan nog komen, want ik heb pas één aflevering gehad. Maar ik moest heel erg de focus erbij houden. Het zijn vooral ook weer Vlaamse spelers die erin zitten. Er zit, tot nu toe heb ik één Nederlander gespot. Manuel Broekman heet hij, geloof ik. Maar de rest was eigenlijk allemaal Engels. Engels, sorry, Vlaams. God, het gaat lekker met mijn hoofd. Maar goed, ja, ik ga vanavond de tweede aflevering kijken. En dan moet ik toch weer wachten tot volgende week. Want er zijn pas twee afleveringen geweest, dus ik ga het wel zien. Maar ik vind het ook wel lastig, zeg maar, omdat je dit wordt op Veronica uitgezonden. En ik denk dat het met de tijd echt nog wel op Netflix of zo komt. Maar je zit dus nu met die reclame tussendoor. Je zit constant die reclame weg te spoelen. En dat is gewoon altijd wat minder, maar goed. Ja, ik ga nu even aan de gang. Ik zal jullie nog even mijn outfitje laten zien. En uiteraard de taart. En even hier nog even extra goed stofzuigen, omdat kleine Lente ook komt. En ik wil niet, als zij op de grond zit, dat ze er dingen zijn die zij in haar mondje kan stoppen. Kattengrietjes of zo. Dus ja, even heel goed stofzuigen en even alles klaarmaken. En dan straks gezellig met de familie. Ik weet niet of ik echt iets zal filmen vandaag daarvan. Ook omdat natuurlijk Lente erbij is en die niet op beeld mag. Dus ik ga het wel eventjes zien. Dus nou ja, we gaan het allemaal zien. Maar nu eerst even wat doen. Thank you.
Nou, ik heb dus dit jurkje uit. Het is een blauw jurkje met een overslagje. Deze heb ik toen bij de trekpleister gekocht. En ik vind hem wel heel leuk. Hij zit wel lekker, maar hij kriebelt nog een beetje. Want ik heb hem alleen in de handwas gedaan. En nog niet met de volledige was gedaan. Dus dan komt er natuurlijk alleen wat water doorheen. Maar ik vind hem verder wel heel leuk. Hij zit alleen wat te groot. Het is een emmetje en ik had een S'je moeten hebben. Maar ja, voor de lengte is M wel weer prima. Want S had waarschijnlijk tot hier gezeten. Dat vind ik dan net te kort. Maar goed. Nou, hier staat hij hoor, de taart. Hij is goed gelukt, zoals je kan zien. Hij staat er ook al vanaf gisteravond in, dus dat is top. Ik heb hier ook chocolademousse. Die heb ik gemaakt. Die heb ik nu alleen met opgeklopte slagroom en chocola gedaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe die nu smaakt. Dus ja, die is ook inmiddels goed hard. Dus ik had een beetje te veel, dus ik heb wat meer. Dus mocht iemand nog wat willen, kan het. Dus ja, dat is ook allemaal mooi gelukt. Zo, alles al was even klaargezet voor de koffie, de bordjes voor het gebak. Dus ja, ben ik al voorbereid. Misschien heb ik een kopje te veel, ik weet niet of Frank komt, maar dan kan hij altijd terug de kast in. Maar dan heb ik het in ieder geval alvast klaargezet. Cola paste niet meer in de koelkast, want de taart stond erin. Maar dit is in ieder geval allemaal alvast klaar, dus dan is het wachten tot ze straks komen. Haar foto's op Facebook te zetten. Nee. Meestal als ze dan een foto plaatsen en je hebt geen tussen, dan zit er vaak van die smileys voor. Dus ik denk dat ze dat dan doen. Gaan we doen? Ja. Hierin. Oh, toch maar eruit. Oh ja, zo kan het ook. Ja. Moet je dat terug kunnen geven, hè? Buiten kunnen dat gelijk gaan doen, of fietsen of zo, met zo'n griep. Nee, ik moet dus gewoon omgooien. Ga je het weer omgooien? Ja, maar we hebben het ook wel gedaan. Want Frank deelt zus van jij. Ik zeg ja, maar dan komt ze nog nergens heen. Nee. Dan is het de enige start binnen. Hm? Ja, ja. Hij is ook lekker. Ja, die is lekker hoor. Ja, dat denk je. Jochem deed dat altijd. Van, zie je? Van, kan ze zaterdag ook dat Chinees houden? Dat gelijk, ja. Maar. Ah. Het zal wel even een band worden hoor. Denk ook met Henk hoor. Ik denk wel. Ja, moet je leningen gaan aflossen. Als je die hebt betaald, dan kan je grotere zakken kopen. Ja, dat klopt inderdaad. Maar deze lening was ook heel groot, hè, bij Nook. Weet niet wat je betaalt. Ja, nu voor de kel. Hoe staat nu een scheetje? Kusje geven, kusje. Nou jongens, ik ben weer alleen naar een superleuke middag. Ik ben wel een beetje verdrietig, want dan ben ik weer helemaal alleen. Het is nu 7:15, dus ik ga zo meteen even douchen en dan ga ik eventjes lekker wat te eten bestellen. Maar ik heb nog wat leuke dingen gehad. Allereerst kreeg ik van Nathalie hele leuke bloemetjes. Heel leuk, roze, pas wel bij mij. Dit haasje had mijn moeder al gekocht en je wilde dus eigenlijk met mijn vaders verjaardag al geven, was ze vergeten. Nathalie had voor mij deze oogschaduwpalet is nog gevonden bij de Action, die zocht ik. En de Sparkle Wings had ze meegenomen, dus daar ben ik heel blij mee. Ik zou ze nog even een tikkie oversturen. Verder heb ik een actionkaart van mijn vader gehad. Van Frank kreeg ik, omdat ik een vaste kijker ben op Twitch, deze leuke stolp met een kaarsje erin. Van mijn moeder kreeg ik nog een set glazen. Superleuk, want ja, ik had natuurlijk heel veel glazen kapot. Dus deze, hele leuke ook. Zijn ook eigenlijk whiskyglazen, maar die zijn gewoon heel fijn. En mijn moeder had dan nog deze meegenomen, de Skyline. Die had ze voor mij gehaald van Max & More is deze dan. Even kijken of ik hem open krijg. Deze. Dus nou, heel blij weer met alles. Hey! De tijger die eet dus steeds aan die bloemen. Dus die moeten eventjes een plekje krijgen. Dus ik zet ze zo even weg als ik ga douchen. Nou, mijn moeder heeft de grootste afwas al gedaan. Want ja, daar heb ik verder niet echt mee gedaan. Naast heeft nog even voor mij op de switch geprobeerd om eieren te vangen met het water. Want we hebben een paasevenement op Animal Crossing. Nou, ik ga zo in ieder geval even lekker douchen en even wat eten bestellen. Ga ik straks lekker al wat in jaar kijken en even het jaar van Fortuin. Ga ik vanavond de vlog verder in elkaar zetten. En mijn laatste aflevering kijken van mijn Netflix-serie. En daarna nog een aflevering van De Kraak. Wat ik verder... Ik heb wel wat gevlogd vanmiddag, een beetje van lente, vooral op haar ruggetje, dat mag. Ik heb haar verder niet in beeld gebracht, verder heb ik eigenlijk niet heel veel gevlogd, maar dat had ik natuurlijk al een beetje gezegd. Ik ga in ieder geval nu eventjes de laatste dingetjes doen en dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer, want ik ga verder toch niks meer doen waar ik bij kan vloggen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen.
Goedemiddag op deze zondag, het is 17 april. Ik ben even lekker op de bank aan het zitten. Jullie hebben al kunnen zien dat ik de Pasen goed begonnen ben, want ik had een pikhaantje. Heel lekker. Die had mijn moeder dus meegenomen. En daarbij had ik chocomel uit mijn paasmok. Maar mijn moeder had dus pikhanen meegenomen. Want dat is dus iets waar wat we alleen kunnen krijgen waar ik geboren ben. Want hier kennen ze het niet. En ik verlangde hier al echt een paar jaar naar. Ik heb ze al echt heel lang niet meer gehad. En het was echt heerlijk. Ik zal jullie zo even laten zien hoe ze er dus uitzien als je... toen ze er nog bij in het zakje zaten, want dat heb ik nog even gefilmd, want ik heb ze gisteren vergeten te laten zien, maar dat was echt heerlijk. Ook de dag weer begonnen met een coronatestje, maar die is wederom negatief. Dus ja, het is echt geen corona, maar flinke verkoudheid. Gisteravond voelde ik me zo ziek, zo ziek. Het was echt niet fijn, maar ja, ik Ik was op een gegeven moment blij dat ik in bed lag. En ik dacht op dat moment, oh, als ik morgen zo voel, dan blijf ik de hele dag in bed. Maar ja, vandaag gaat het weer een stuk beter. Dus het is gewoon echt nog steeds een fikse verkoudheid. Met een vervelend hoesje. En dat had ik natuurlijk al wel eventjes goed gecheckt. Ook voordat we gisteren bij elkaar kwamen. Want ja, als ik corona had gehad, dan had het niet gekund. Alleen ik dacht gisteravond even, nu gaat het echt corona zijn. Maar nee, het is het dus echt niet. Ik heb gisteravond over wat een jaar gekeken. Ik had eten besteld. Ik had het binnen een half uurtje in huis. Het was echt heel schattig. Ik kreeg nog bij mijn eten een paaspresentje. Ja, ik vond dat heel schattig. Ik kreeg... ik heb het even gepakt. Dit cadeautasje erbij met paaseitjes erin, twee. En dus dit, ik denk dat het voor je haar is, een haarbandje, dat erbij. Nou, ik vond het wel heel schattig dat ik het zo kreeg. Ik zat te kijken van, ja, bedankt, dat is super leuk, weet je wel. Ja, dat is echt wel heel erg lief. Maar het was ook wel heel lekker. Maar ja, Ik merk wel dat mijn eetlust gewoon wat minder is. Dus toen heb ik al wat een jaar gekeken. Dat was ook wel leuk, maar ik wist hier minder vanaf. Van het jaar 1995, ja, was toen 4. Dus heel veel, sommige dingen wist ik nog wel, maar ook heel veel dingen, ja, die weet ik gewoon niet. Toen heb ik daarna het jaar van Fortuin gekeken. Het was de ene laatste, volgende week is de laatste. En dat is natuurlijk ook wel de heftigste, want dan zie je dus dat hij neergeschoten wordt. Dat was natuurlijk wel, ja, wordt wel even extra heftig. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte wel afgemaakt. Ik moet wel zeggen, ik vind het normaal super leuk om te doen. En gisteravond viel het me gewoon heel zwaar. Maar ja, ik denk het is toch wel fijn om het grootste gedeelte al af te hebben. Maar ik had er best wel moeite mee. Dus ja, dat was wel eventjes vervelend. Dus ik had wel even iets van, en ik voelde me dus zo ziek. Ik dacht, hoe moet dat nou? En als ik nou van de week nog zo ziek ben, maar ja, vandaag gaat het dus een stuk beter. Dus ja, we bekijken het maar weer eventjes per dag. Ik heb de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gekeken. Nou, mijn vermoeden was dus toch juist. Ik had de hele tijd een dader in mijn hoofd. Ik dacht, die is het. Maar ja, elke keer bleek hij het niet te zijn. Toch puntje bepaaltje was hij het wel. Dus ik had toch gelijk. Alleen het liep best wel terug af. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe seizoen 2 verder gaat. Maar daar begin ik vanavond aan. En daarna een aflevering van De Kraak. Ja, was ook wel spannender als gisteren. Maar ja, wat ik eigenlijk al gisteren ook al zei. Het is, ja, ik moet er wel even heel erg in komen. Ondanks dat het van de makers van Undercover is het echt wel een hele andere serie. Maar ja, het hoort er natuurlijk ook bij. Ik bedoel, je kan ook niet alle series hetzelfde hebben. Dat is ook niet leuk. Maar ja, ik ga zo even heel goed stofzuigen hier. Want er ligt hier wat zand. Want Lente deed heel lief haar laarsjes uit gisteren. En toen hadden we wat zand. Frank die had zijn fiets in de kamer gezet. Die, dat kan gewoon hier. Die was op de racefiets. Die had zoiets, mag de fiets binnen.
In eerste instantie had hij hem in de gang. Toen later had hij hem in de woonkamer. Daar had ik een paar van die vetvegen van op de vloer. Maar dat heb ik ook alweer schoongemaakt. Dus dat heb ik nog even weggedweld gisteravond. Dus alleen zo even goed stofzuigen. Ik wil eigenlijk nog wel eventjes een klein beetje afwas wegwerken. Want het is ook... ja, ik heb toch wel het een en ander staan. Ook omdat ik gisteravond na het eten niks meer heb afgewassen. Mijn moeder had het grootste gedeelte dus al gedaan. Maar nu nog een paar kleine dingetjes. En even de keuken een beetje opruimen. Ik ga sowieso wel even foto's maken. Maar verder ga ik me ook niet te druk maken. Want ja, het is natuurlijk zondag. En ja, nu ben ik weer wat fitter. Maar ja, ik wil dat toch wel blijven. Dus nou dat. Dus ik laat straks wel even de fotospullen zien. Dus ik ga nu eerst eventjes hier wat doen. Kijk, zo zien de pikhanen er dus uit die ik al jaren wilde hebben. Die heeft mijn moeder dus meegenomen. Het is eigenlijk gewoon een broodje met een heel pikkerig laagje. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus daar ja, ga ik heerlijk van genieten. Nou, ik heb even de hele afwas weggewerkt. Dus alles is nu weer schoon. Deze bakken waren echt ideaal. Ik heb ze gisteren gebruikt. Deze voor chipjes. Deze voor de bakhapjes. En dat ging echt fantastisch. Op een gegeven moment was deze bak leeg en Lente gaf hem aan van, nou tante, maak maar nieuw, want ik lust nog wel wat. Die waren dus echt ideaal. Ik heb inmiddels even fotospullen gepakt, verder niet zoveel gedaan, alleen even die alwas is weggewerkt. Maar ik heb dus nu gepakt dit paletten, het Bronze Your Way Bronzing Paletten van Essence. Ik heb hier ook al een keer het highlight paletten van getest, daar was ik heel enthousiast over. Dan heb ik 3 lipolies van Icons Lab. Ja, dit merk gaat eruit, dus ik dacht, dan ga ik die nu maar even pakken. Ik heb dus hier de strawberry, coconut en de peach. Ik heb daar laatst ook al de lipmaskers van getest. Ik ben ook wel benieuwd naar de oliën. En ik heb hier een highlighting oogschaduwtje. Die lijkt me gewoon heel mooi voor het binnenste ooghoek en het wenkbrauwpot. Dus hier ga ik me mooi even foto's van maken, dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb de paaskoekjes naar beneden gehaald. Dan heb ik vanavond ook bij de koffie nog een lekker paaskoekje. En deze zijn zo lekker. Veel zin in. Zo, katjes hebben net lekker gegeten. Foto's zijn ook klaar en ook al geïmporteerd. Ik moet alleen zo even de lampen opruimen. Ik heb ook eventjes de vlogbeelden van mijn kaartje afgehaald en het kaartje geformateerd. Want dat was ik vergeten. Dat was niet zo heel slim. Maar dat is nu gelukt. Dat is top. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik heb alles verder al naar beneden gehaald voor de fondue. Ik zit te denken om het straks aan de kleine tafel te gaan doen. Want je hebt ook de finale van Ajax. De bekerfinale. Als ik dan de kleine tafel doe, kan ik het raam openzetten. Dan gaat de geur al een beetje naar buiten. En ik hou het niet zo lang vol op mijn eetkamerstoelen momenteel met mijn rug. Dus ik dacht, misschien kan ik het ook wel gewoon aan de kleine tafel doen. Vroeger thuis deden we dat heel vaak. Dus waarom zou het nu niet kunnen? Dus ik denk dat ik dat lekker ga doen. Maar ik ga eerst nog even lekker relaxen, want ik merk nog steeds dat ik wel wat meer vermoeid ben met de verkoudheid en zo. Dat ga ik wel eventjes doen. En dan ga ik straks de spullen klaarzetten. Dus ik sluit ook nog niet af voor vandaag. Neem ik jullie straks nog even mee met het eten. Maar eerst nog eventjes relaxen, want daar heb ik heel even behoefte aan. Nou, de tafel is gedekt voor de fondue. Dus het staat mooi zo, dus ik kan zometeen lekker beginnen met eten. Ajax staat inmiddels aan voor de bekerfinale, dus ik kan zo meteen mooi lekker kijken en eten. Dus ik ga hier even lekker van genieten, hoop ik. Thank you.
Zo jongens, ik ben inmiddels klaar met eten. Ik ga nu even lekker onder de douche. Het is bijna 8 uur. De wedstrijd is net afgelopen en we hebben het vernacheld. Want Ajax heeft verloren en ik was er al bang voor dat we niet de beker zouden pakken. We gingen op zich goed van start, maar PSV die kwam toen met 2 doelpunten erbij. En dan 3 keer gescoord, maar er werden de 2 afgeketst. Dus ja, dat was helaas. We viel heel goed hier aan de lage tafel eten. Dat was heel fijn. Dus ik ga nu eventjes lekker douchen. Doe even het raam op een kiertje. Dan doe ik hem daarna nog even open, dat de geur er een beetje uit kan. Doe ik even het afwasje en dan ga ik lekker de bank op. Dan ga ik lekker Alberto Stegeman kijken. En daarna ga ik kijken naar Million Dollar Island. Ik moet foto's bewerken. Ik begin vanavond sowieso met seizoen 2 van Toy Boy. Ik heb vanavond flikken en ik ga straks even lekker op Animal Crossing, want daar is het ook paas. Dus we hebben een soort paasevenement. Maar goed, eerst zometeen maar eventjes lekker eventjes mezelf helemaal opfrissen met douchen. En dan eventjes verder de boel een beetje opruimen. Dus dat komt wel goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Maar dan heb ik jullie in ieder geval meegenomen met deze eerste paasdag. Ik ga straks nog wel even mijn nagels doen, want deze moeten eraf, deze lak. Dus dan ga ik dat nog wel eventjes doen. In ieder geval, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 18 april, tweede paasdag. En klaargemaakt. Bloed, zweet en tranen heeft het me gekost. Want het gaat vandaag weer 10 stappen terug in vergelijking met gisteren. Gisteren voelde ik me een stuk beter en vandaag ben ik weer zo belabberd als een vuilniszak. En zou ik het liefst gewoon op de bank gaan liggen en niks doen, maar het is geen optie, want ik moet hier aan de gang, de kattenbakken moeten verschoond worden, ik moet aan de was, ik moet mijn douche doen, ik moet mijn gang doen. Dus nee, stilzitten is geen optie, maar ik zou het heel graag doen. Mijn oogkassen doen zeer. Nou, je hoort het al, ik klink heel snotterig, maar ik geef er gewoon niet zo snel aan toe. Maar ja, het blijft drama, die verkoudheid. Nou ja, gisteren wel echt heerlijk genoten van het eten. Ik had ook wel te veel gegeten, maar het was wel heel lekker. Vandaag zal het iets minder worden, want mijn moeder had heel lief rolade meegebracht. Voor vandaag. Was van plan om die te gaan eten, maar die ga ik soms in de vriezer stoppen. Want ik voel me zo niet goed dat ik er nu niet van kan gaan genieten. En dan ga ik hem liever eten als ik er wel echt van kan gaan genieten. Want dan is het nu misschien een klein beetje wat ik ervan eet. En dat vind ik gewoon zonde. Dus ik ga hem zo in de vriezer doen. En dan maak ik wel even iets makkelijks vanavond. Want ja, ik merk gewoon dat het allemaal iets minder is. Ik heb wel lekker mijn pikaantje gegeten. En dat was heel lekker. Nou, gisteravond Alberto Stegeman. Dat was ook wel weer heel heftig. Dat ging erover dat heel veel mensen dus werkkleding aanbieden, dus van thuisbezorgd of van PostNL, zelfs politieuniformen. Ja, en er zijn dus mensen die uniformen kopen en die daar dan bijvoorbeeld een overval mee plegen. En ja, dat gingen ze nu onder de loep nemen, was wel heel interessant. Daarna Million Dollar Island. Nou ja, de oudste is nu ook vertrokken. Die had geen bandje meer, dus die kreeg ook geen mandje. Die vond het ook wel goed, die ging lekker naar huis na 3 weken. Dus het eindspel is nu al een beetje begonnen, zeg maar. Ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn mintgroen. Deze heeft de naam C03 Spring Flying. Dus hij is wel leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Seizoen 2 is echt heel erg wennen, want het is ineens wel heel erg anders. Dus ik moest er eventjes heel erg inkomen, want ik begreep er nog niet zo heel veel van. Maar ik hoop eigenlijk dat ik het vanavond beter snap. Daarna flikken gekeken, dat was het ook wel. Dus nou dat. Ik ga nu maar even een was bij elkaar rapen. Ik ga jullie wel een beetje meenemen vandaag, maar het zal niet heel veel worden. Want zoals ik al zei, ik ben nog steeds echt niet fit. Dus probeer alles ook een beetje snel te doen, dat ik straks ook gewoon eventjes lekker weer kan gaan zitten. Maar ik ga jullie in ieder geval weer gewoon proberen mee te nemen. Ik heb trouwens nog wel een beetje paas weer proberen te creëren door iets geels aan te trekken.
Maar ja, gewoon met een vestje erover, want ik heb het koud en eigenlijk lukt dat niet zo goed hiermee. Maar ach, het maakt niet uit, ik ben toch thuis, dus we doen met wat ik heb aangetrokken. Dus nou, nu ga ik mee even aan de gang. Mee. Ik heb alles klaar gekregen, toch nog. Nou, het was wel zwaar wat ik al had verwacht. Ik had op een gegeven moment Nathalie mijn moeder even op de app en die zei ook van ja, maar je moet niks met schoonmaken. Ik zeg nee, je hebt ook wel een punt, maar van mezelf moet ik. Maar goed, het is nu wel weer schoon in ieder geval. Dat is wel weer fijn. De was is ook al klaar, die kan zo de droger in. Het is hier echt bloedwarm in huis. Het is hier 20,5 graden en ik heb het heel erg warm. Ik weet niet eens hoe warm het buiten is eigenlijk. Het is 21 graden. Oh, dan is het ook maar goed dat ik het raam niet heb open gedaan. Ja, maar hij staat alleen niet goed. Oh, wacht. Oh, ja, ik weet het al. Nu moet je even mijn eigen weer pakken. Ik heb nou voor Amsterdam de weersverwachtingen. Ja, daar heb ik niet zo heel veel aan. Hij moet wel natuurlijk mijn eigen plaats pakken. Dat is wel heel erg handig. Weer. Oké. Ik geloof niet dat ik hem aan kan passen, mijn locatie. Ja. Ja, het is hier 20 graden en licht bewolkt, maar ik zie nog niet zo heel veel van de bewolking. Maar goed, in ieder geval, ik heb het nu weer klaar. Ik ben er wel klaar mee. Ik heb het vlees even in de vriezer gedaan. Het doekje gaat nog door de koelkast. Die taart had erin gestaan. Die is ook, dat heeft toch een beetje geplakt. Maar dat is verder allemaal wel klaar, maar ja. Ik ben er nu al klaar mee. Dus ik ga zo gewoon even lekker de bank op. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik ga wel iets eten, maar niet heel veel. Ik heb niet zo heel veel trek. Vanavond wel gewoon lekker goede tijden. En uitstel van executie moet ik zeggen. Meilandjes kijken. Ja, verder heb je eigenlijk niet, niet echt wat. Ik moet mijn blogpost schrijven. Ik moet extra video nog eigenlijk eventjes editen. Maar ik moet maar even kijken hoe ver ik overal mee kom en hoe lang ik achter de laptop volhoud. Ik ga sowieso mijn Netflix serie kijken en flikken. Maar verder zal het vanavond weinig worden. Zoals je hoort gaat mijn stem ook wel weer wat meer verplaatsen. Dus ja. Ik ben er voor nu in ieder geval wel klaar mee. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Want ik ga mijn keel even lekker smeren. Ik ga heel veel water drinken en dan hoop ik dat het morgen weer iets beter gaat. Dus ik zou bij deze al maar zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 19 april. Ik ben klaargemaakt. Ik droomde dat ik groene wenkbrauwen had, dat ik er dus groene oogschaduw in had gesmeerd. Maar weet wel hoe dat komt. De serie die ik kijk, die jongen die heeft groen-blauw haar. Waarschijnlijk heb ik dat meegenomen en ben ik mijn wenkbrauwen groen gemaakt. Zag er heel vreemd uit in ieder geval. Zoals je kan horen gaat het nog niet echt beter. Ik had gisteravond echt een beetje het toppunt bereikt voor mijn gevoel. Ik zat op de bank en als ik dan op de bank zit, heb ik altijd Mickey zit op schoot. Muis die komt vrij hoog hier zitten. En Tijgertje bungelt daar ook nog naast. Heel gezellig. Maar ik kreeg me een niesbui. Die bleef maar niezen. Nou, dat vonden ze natuurlijk niet zo leuk. Snap ik.
Nou ja, toen lag ik in bed en toen kreeg ik last van een loopneus. Dus het begon echt gewoon overal heen te gaan. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb op een gegeven moment gewoon propjes toiletpapier in mijn neus gestopt. Dat het in ieder geval iets zou stoppen. Daardoor heb ik ook niet echt lekker geslapen. Omdat je niet meer weet wat je ermee moet doen. Nou, zoals je kan horen, mijn stem die wordt ook met de dag minder. Dus ik heb het wel flink te pakken, de verkoudheid. Maar ja, goed, laat ik hopen dat het vanaf nu af aan alleen maar weer bergopwaarts gaat. Ik heb wel besloten dat ik wat dingetjes voor de soep mee ga nemen. Dan heb ik in ieder geval wat staan. Hè, mocht ik nou van de week nog steeds echt gewoon helemaal niet goed zijn, dan kan ik ook gewoon even een soepje maken. Maar ja, ik moet zometeen boodschappen doen, maar heb ik echt totaal geen zin in. Ik ben echt blij als ik weer terug ben, want het idee dat ik nu de deur uit moet staan me totaal tegen, omdat ik gewoon me echt niet lekker voel. Maar ja, we moeten door, hè? En ja, je moet toch mijn boodschappen hebben, dus ja, nou, laten we gewoon hopen dat het vanaf nu beter gaat. Gisteravond heb ik uitstel van executie gekeken, was ook wel weer mooi hoor. Uiteindelijk wordt het allemaal wel weer heel mooi opgelost. Ik vind het dan wel weer heel bijzonder. Ja, dit was een mevrouw en haar man die was overleden. En die had vlak voor het overlijden zijn levensverzekering opgezegd. En daardoor is zij dus heel erg in de schulden terechtgekomen. Moest dat huis verkocht worden, maar dat huis was eigenlijk ja, zo oud. En ze wisten eigenlijk niet, ja, ze gingen er eigenlijk vanuit dat het vanwege de grond, dat je daarvan moest hebben en niet van het huis zelf. Want waarschijnlijk de mensen die dit huis zouden kopen of de grond zouden het huis plat gooien en er iets nieuws op moeten bouwen. Maar ja, uiteindelijk wel heel erg goed verkocht. Toen gingen ze dus kijken naar huurwoningen. En toen had de makelaar hun ingeschreven voor een huurwoning die bijna klaar was. Maar dat was op inloting en dan worden ze dus wel ingeloot. Ik vind het altijd wel bijzonder dat het met dat soort programma's dan wel lukt. Kijk, het is wel heel fijn hoor voor die mensen. Tijger, stop daarmee! Tijger doet heel vervelend. Mijn tulpjes staan in de keuken en daar wil Tijger heen. Want Tijger wil ervan eten en dat doen we dus niet. Want dat wil ik gewoon niet hebben. Heb ik een keer leuke tulpen in huis, moet zij even verpesten. Maar goed, dat was dus wel, ja, wel weer een mooie uitzending. Na de Meilandjes heb ik ook weer erg om moeten lachen. En ja, was ook allemaal wel weer leuk. Nou ja, ik heb een blogpost geschreven. Ik dacht eigenlijk dat de extra video al online moest komen van de boeken. Tijgertje, hou op, je gaat niet naar de keuken. Maar dat is pas volgende week, dus die hoefde ik nog niet te doen. Ik heb mijn serie gekeken en daarna heb ik flikken gekeken, dus dat was het ook. Ik ga het nu eventjes hier stofzuigen en even de bakken scheppen. Dan in ieder geval vast de boodschappentassen naar beneden halen. Mijn coach is er om 2 uur, dus ik heb nog even. En ja, dan ga ik eventjes wat doen. Ik ga jullie wel proberen mee te nemen. En ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben. Thank you.
jongens, ik ben weer terug. Het is nog vroeg. Ik heb de boodschappen weer binnen. Het ging op zich wel. Het was op zich wel lekker om even buiten te zijn. En alleen de overgang van buiten naar binnen is dan weer heel groot. Want het is buiten op zich een redelijke temperatuur. En dan binnen is het echt heel warm. Maar goed, ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb 70 tomaten gekocht voor de soep. Want ik dacht, misschien kan ik van de week wel even een soepje maken met die verkoudheid. Kan dat wel lekker zijn. Dan heb ik frikandelletjes gehaald. Ik had altijd Bekkers, maar ik zag nu dat de Mora toch wel een stuk goedkoper waren. Die had mijn moeder ook meegenomen voor de fondue. Dus ik dacht, nou prima. Bakboter. Dan heb ik ook soepballetjes gekocht. En ik heb ze nu in blik gedaan. Ik heb ook nog in de vriezer voorgedraaide. Dus ik ook nog kunnen pakken. Maar ik vind het gewoon fijn als ik even wat heb staan weer. Dat als ik even een keer niet goed word. De boontjes. Flesje frietsaus. Pak met chocomel heb ik gehaald. Frosty rondjes. Een pakje sap, want mijn sap was helemaal op. Ik had helemaal niks meer staan. Ik ben nu met mijn laatste bezig. Dan heb ik in ieder geval weer even één staan. En ik vind ijstie altijd wel lekker. Bouillonblokjes. Nou, ik heb slaving gekocht. Ik heb ze nu bij de Plus gekocht. Ik schrok zo. Ik was bij de Lidl. En dan kostte ze €3,29 voor 4. En nu was ik bijna hetzelfde kwijt voor 5. Dus ja, ook die prijs was ineens goed gestegen. Tijger niet ervoor. Dat is niet zo fijn. Ik heb soepstengels. Dat is altijd wel lekker bij soep natuurlijk. Dan heb ik spekjes. Haricot vertjes voor maandag. Koffie. De mokka was op. Die heb ik zaterdag opgemaakt. En die vind ik als ik gewone koffie drink wel lekkerder. Bij cappuccino neem ik altijd wat sterkere. Maar deze vind ik wel lekkerder zo. Dan heb ik eventjes vochtig toiletpapier gehaald. Aanstekertjes. Ibuprofen. En ik heb ook 2 flessen met bruisend water. Ik had zo'n zin hierin en ik had het niet in huis. En eerder kocht ik altijd die flesjes. Maar sinds dat statiegeld op is, wil ik eigenlijk geen flesjes meer kopen. Omdat ik gewoon weet van mezelf dat ik vergeet om die flesjes in te leveren. Omdat ik dan weer vergeet dat er geen statiegeld op zit. Ik denk, nou, ik neem wel even een gewone fles mee. En ik heb hoesttabletjes gehaald. En dit zijn bruistabletten. Dus dan hoop ik dat dat helpt tegen de hoest. De hoestdrank die vond ik ook nog vrij duur. Dus ik dacht, nou, ik ga eerst wel hoesttabletjes proberen. En ook nog even bij de Zeeman geweest. Maar daar kan ik even ook een losse shoplog van opnemen. Want daar heb ik wel weer wat dingetjes gehaald voor shoplogs. Dat is misschien wel leuk. Ik ga dit even opruimen. Misschien dat ik dan nog wel even de video ga opnemen. Het is nog vroeg. Ga ik kijken ook wel even wat ik ga doen. Maar eerst maar eventjes dit allemaal weer eventjes lekker opruimen. Maar wel weer blij dat ik terug ben. Mijn coach was ook nog super verkouden. Zo klonk zij ook al. Ze zegt, ja, ik heb het ook. Ze zegt, oh ja, ik hoor het al. Maar goed, sowieso gewoon afstand gehouden. En ook, ja, je voelt je nog steeds bezwaard als je moet hoesten in de winkel. Ik weet niet of meerdere mensen dat hebben, maar ik zat echt zo van, oké. Is niet fijn. Ik heb trouwens ook nog even gebeld naar de woningbouw voor mijn toilet. En morgen tussen 12 en 2 komen ze naar mijn toilet kijken. Dus dat is ook wel fijn, omdat hij dus niet goed doorspoelt. Dus dat is top. Ik ga dit nu even opruimen en dan ga ik nog eventjes wat doen. En straks even nog een beetje relaxen. Maar eerst maar even opruimen. Zo, ik heb alles lekker opgeruimd en de katjes hebben net ook lekker hun eten op. En ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Ik ga even lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker warm douchen. Even eten. En dan ga ik de bank op. En kom ik er denk ik niet veel vanaf. Ja, om eventjes een keer koffie te maken of even naar de wc te gaan. Maar verder zal ik niet veel van de bank afkomen. Want ik voel me voller dan vol in mijn hoofd met de verkoudheid. Ik ga verder vanavond ga ik wel Married at First Sight kijken. Ik ben wel benieuwd hoe het allemaal verder afstoomt vandaag. Ik ga sowieso wel de vlog afmaken en foto's bewerken voor de blogpost.
En ik ga vanavond weer lekker mijn Netflix-serie kijken. En uiteraard ook weer flikken. Dus dat wordt het ook wel. Maar, en ik denk ook nog wel even lekker Animal Crossing doen. Maar qua productiviteit zal het niet heel veel meer worden. Want ik ben er nu gewoon ook echt wel klaar mee. Ik ga bij deze in ieder geval ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop wel toch dat je het leuk vond om te zien. Ondanks mijn gezeur over mijn verkoudheid en zo. Ik hoop gewoon dat het de komende weken in ieder geval, of dagen moet ik zeggen, weer wat beter gaat. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan door op het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat ook een rode button op mijn kanaal zelf. En daar staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!